Absoluut. Het was voor mezelf heel moeilijk om, om een aantal weken op de bank te zitten. Maar je weet dat dat erbij hoort bij het voetbal. En dan ben je natuurlijk gebrand om een goede prestatie neer te zetten. En dan doet het extra zoveel deugd om, om zo'n goede wedstrijd te spelen. En uiteindelijk nog die overwinning is natuurlijk een extraatje nog erbij. Dus ja, dat is een heel goede prestatie van het team. En ik ben blij om mijn steentje bij te dragen. Even naar jouw doelpunt. Het was een cadeautje. Net als dat de 1-0 ook een cadeautje was van de tegenstander. Maar je schiet hem wel ongelooflijk lekker binnen. Ik anticipeer eigenlijk op de bal die ze achteruit spelen. En ik keek nog naast me en ik zag niemand. Dus ik dacht, ik moet wel voor eigen succes gaan. En het ging lekker binnen. Dus het is leuk. Jullie spelen hier tegen de nummer 2, de plek die jullie eigenlijk aan het eind van het seizoen graag zelf willen hebben. Bewijzen jullie nu dat je daar ook thuis hoort vanavond? Ja, wij horen thuis in de top. Dus dat hebben we al veel bewezen dit seizoen. Dus we moeten gewoon doorgaan gelijk we bezig zijn. En we horen daar. En dat hebben we vanavond nog eens bewezen. En wat gaan jullie nog meer bewijzen? Want FC Eindhoven bewijst al een x-aantal jaren op rij dat ze eigenlijk toch elke keer meedoen in die na-competitie. Gaan we Eindhoven eindelijk een keertje in de Eredivisie zien volgend jaar? Nou ja, dat zou heel mooi zijn, hè, voor deze club. Maar ik denk dat we eerst nog die wedstrijd hebben tot aan de play-offs. Hebben we nog heel wat te bewijzen. En als we aan de play-offs beginnen, dan zien we wel wat er komt.